De fiets van Ian Keizer gaat luchten. Het einde van een prachtige carrière. Ilio Keijse hangt de fiets aan de haak. Het is het einde van een mooie afscheidsavond voor de sympathieke renner uit Destelbergen. Symbolischer kan het niet, zeker als hij van kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel ook nog een keizerskroon op het hoofd krijgt. Het publiek gaat uit zijn dak, het wereldrecord Ilio roepen wordt keihard gebroken. Ilio! Ja, stop er maar mee, je moet nog twee keer verbreken, het is goed geweest. De avond zelf werd een bonte avond met een gezonde mix van koersmuziek en babbels. Maar de organisatoren zorgden ook voor wat leuke filmpjes. Zoals dat van presentator Jan Matthijs, die de rol van Ilio in het gezin overneemt als de renner ver van huis is. Ik denk dat we een stukje Ilio meer gaan zien. Maar als ploegleider zijnde, dat we hem toch nog heel vaak gaan moeten missen. Ja. Dus dat opent wel nog perspectief. Het opent nog perspectief en we gaan elkaar nog verder kunnen zien. Tot ziens misschien, lieve kind. Intussen passeren heel wat mooie namen de revue. Tom Boonen, Bert de Bakker en Patrick Lefevre, om er maar enkele te noemen. Maar de mooiste aanwezigheid was wellicht die van zijn ploegmaat en wereldkampioen Remco Evenepoel. Remco, je kon vanavond thuis gebleven zijn. Bier drinken en naar reruns kijken van Temptation Island. Maar zij toch naar hier gekomen. Waarom? Voor mijn vader, hè. Moor om koren. Zijn goede kleuren draaien. Er werd gisteren ook gekoerst, Ilio met een team Belgium vol jong aanstormend talent tegen een team vol buitenlanders met onder andere Cavendish, Viviani en Havik. En Ilio kreeg van zijn collega's een hoofdrol. In zijn allerlaatste koers achter de Dernie vanuit een compleet verloren positie op en over iedereen en eindigen met zijn gekende jump. Het Kuipke staat recht op de stoeltjes. Het slotakkoord is voor de zoontjes van Ilio. Zij komen als verrassing op de piste met de fiets en rijden het laatste rondje van papa Ilio mee. Merci Ilio voor de vele sportmomenten in het Kuipke. Het gaat je goed als ploegleider. Ik heb heel veel in dienst gereden, vooral voor andere mannen, mij opgeofferd. Vandaag heb ik echt het gevoel gehad dat ik daar iets voor teruggekregen heb. Vooral heel veel erkenning van die renners, maar ook van het publiek. En dat doet mij ongelooflijk veel plezier. Dank u daarvoor. Merci.